Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we zijn nog steeds bezig met onze bomenwagen in opdracht van OOC en Rij Carrosserie NL. Dat zijn carrosseriebouwersbedrijven, tenminste. Nee, geen carrosseriebouwbedrijven. Het is een organisatie waar een heleboel carrosseriebouwers bij aangesloten zitten. En carrosseriebouw, dat is dus eigenlijk als jij een vrachtwagen hebt, die komt niet zeg maar kant en klaar uit de fabriek. Nee, de opbouw die erop komt, dat wordt gebouwd door carrosseriebouwers. Dus ja, ze zoeken een heleboel mensen daar. Dus als je nou ook zin hebt om aan vrachtwagens te sleutelen, check even de link in de omschrijving. Goed, verder met het project. We hebben een heleboel spullen besteld en als het goed is liggen ze in die kluis. Hè? In die kluis. Ik heb net al de carrosserie luchtfilteropbouw gemaakt. Hoppa! Ja, het is zo. Ja, het luchtfilter moest verplaatst worden, want het zat in de weg met de kraan. Hè? Het is allemaal krap op elkaar gebouwd. Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want een vrachtwagen, het ziet eruit als een heel groot, zwaar, lomp ding, maar daar is het helemaal niet eigenlijk. Want je moet het zo zien, alles waar jij je vrachtwagen te zwaar maakt, dat is allemaal gewicht waar je niet aan lading mee kan nemen. Dus die dingen worden eigenlijk zo compact en zo licht mogelijk gebouwd. Alle ruimte die je hebt, gewoon kan worden benut. Ja, nou, wij hebben het ook geprobeerd. Niet helemaal gelukt, hè? Nou ja, het is geen zwaar ding hoor, dit. Nee, maar er zijn wel details. Ja, welke details dan, Dirk? Die chassisballen loopt best wel ver onder de laag. Ja, dat is niet goed. Maar kijk eens naar die ophangpunten van de veren. Ja, dat had dus ook anders. Ja, dan hadden die veren sowieso ook al anders gemoeten. Ja, die balk had eigenlijk maar ik weet wel, over kunnen steken. Ik zal jou wel vertellen hoe wij die balk een stuk omhoog kunnen brengen. Ja, we kunnen die dingen dat zijn de assen onder de veren zetten. Maar dat gaan we nou niet doen, want we gaan nou die kraan maken. Laten we gauw kijken of we spullen hebben. Had je wat besteld dan? Zo, ja, hoe? Wij hebben. Ja, je hoeft nou niks meer te bestellen bij Indy, want wij hebben alles al gekocht wat ze hadden hoor. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Maar we hebben wel veel. Ja, ik hoop het, hè? Volgens mij is het helemaal niet zoveel, maar het zijn hele mooie dingen. Het zijn hele mooie dingen. Dus het lijkt heel veel. Maar het is ook best veel. Heel veel mooie dingen. Hey, oei, kijk hier: een olietank. Degelijk. 30 liter. Dat is best de moeite. Ze vertelden mij, het is eigenlijk een beetje de regel, dat je minimaal voor een mobiele toepassing 3 keer het volume van je pomp hebt. We hebben nou een pomp 10 liter per minuut, 30 liter. Oké. Ja. En voor een stationaire toepassing was het nog veel meer. Maar je moet toch eigenlijk ook kijken naar hoeveel liter er in de cilinder staat? Nee. Ja, maar daar gaat heel weinig olie in, hè? Dat is alleen maar de plunger, hè? Want er komt ook olie terug, hè? Ja, dat is zo. Tenzij je hele grote enkel werkende cilinders hebt, uiteraard. Ja, net als die telescoop. Ja, daar gaan we een paar cilinders in, ja. Het is zwaar natuurlijk. Wauw, nou kijk hier. Gaan we het hier uitpakken? Ja, ik pak even vast een. Dit is chic, hè? Zie je dat? Ja, dit is echt heel erg mooi. Dit is echt een mooi dingetje. Nee, want ik denk... Je kunt toch hier de dingen leggen en dan lopen we ernaar aan. Ja, we kunnen beter naar binnen lopen, maar ik denk, deze voelde al dat er niet heel veel in zat. Oké. Dus ik denk, dan zet ik deze terug. Maar ze willen bij die wel graag hun bak ook af en toe terugkrijgen. Ja, maar er staan er die 5 in, die worden nooit meegenomen. Ja. Zeg dat dan. Ja, dit is echt een chic ding. Dit, ik wist eigenlijk niet eens dat dit bestond. Ja, kijk, dit komt me wel bekend voor. Als je namelijk een auto hebt met airco, dan zul je dit ook wel kennen. Het is namelijk een elektromagnetische koppeling. Airco compressor die draait eigenlijk niet constant mee. Er liggen hier riemen overheen, liggen aan de motor natuurlijk. Op het moment dat jij jouw airco inschakelt, dan wordt die koppeling bekrachtigd, elektromagnetisch, klik. En dan pas gaat die compressor meedraaien. Ja, en dit is gewoon een dingetje voor een pomp. Dat is wel trouwens een flinke pomp, hè? Zit daar ook de verloop bij misschien? Een flens, hè? Dat is een flens. Ik bedoel deze. Ja, er zit verloop bij. Ja, zit want de lijn is wel dik. Ja, dus zo kunnen we de hydrauliekpomp elektrisch aan- en uitschakelen. Dus dat is echt wel, dat is wel chic. Normaal gesproken bij een vrachtwagen heb je een PTO.
power take-off. Zit aan de versnellingsbak. Daar zit dan een, ja, kan een pomp aan zitten, maar er kan ook iets anders aan zitten. Er kan, in ieder geval, daar komt een aansluiting eigenlijk uit, een as als het ware. En die kan je inschakelen met een koppeling die in de versnellingsbak zit. Ja, de as zit bij onze Nissan Patrol natuurlijk niet op. Maar daar hebben we nou op deze manier opgelost. Dit is een chic ding dit. Ja, dat is mooi hoor. Hij komt uit Japan, wist je dat? Nou, dat is goed. Dat... Dat matcht mooi, maar hij komt van onze wagen. Komt Indy dan ook uit Japan? Ja, de Indy is een leverancier, jongens. Ze maken deze dingen niet zelf. Nou, hier is het vetpakket. Hoe, kijk aan! Hier. Heb je er ook twee van die? Riemen, we hebben verschillende riemen. Oh ja, maar niet... We gaan met een enkele riem doen. Kijk, hier is de pomp. Ja, ja. Dat is hem. Zo, dat is een chic dingetje. Mooi, hè? Hij is niet zo... Ik dacht dat hij nog kleiner was, eigenlijk. Ja, dit is eigenlijk de kleinste in die bouwgrootte volgens mij wel. Oh, hij had wel kleiner vermogen, zeg maar. Ja, maar dan ging ook het slagvolume omlaag. Ja. Nu hebben we echt wel chique dingetjes hoor. Ja, dit is dus de pomp die hier opkomt. Die komt daar dadelijk zeg maar tegenaan. Ik heb hem. Oh, dit is de schuil die mof hierop moet. Dit flowbus. Ja, hier binnenin... Daar zit dus, kijk, hier komt de as erin. Hier binnenin zitten twee tandwielen. Die draaien tegen elkaar in. Eigenlijk moet je het zo zien. Dit is een oliepomp, hè. Waar de tandwielen in elkaar grijpen, daar kan de olie er niet door, zeg maar. Dus dan sluit je hem af. Maar aan de buitenkant, daar zitten eigenlijk allemaal kamertjes. Die tandwielen, want die zitten in een geslepen huis. Dus in de buitenste kamertjes, daar pompt hij de olie eigenlijk van de ene kant naar de andere kant. Hier, er zitten twee aansluitingen. Maar let op, we gaan even het bouwpakket compleet maken. Ja. Oeh, een spie. Oh, die spie zit erin. Moeten we kijken dat die niet eruit valt daar, hè? Zie je dat? Oeh, hij wiggelt. Ja. Daar moet straks wel even kopervet tussen en zo. Ja, hoor. Hij moet sowieso nog een keertje uit elkaar, maar hij past niet. Oeh, hij past wel, hij jongen. Fit perfectly. Oeh. Ja, dat is mooi. Oké, okay, maar let op, we hebben nog meer moois, hoor. Ja, 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 ja. Nee, we moeten eerst deze. We moeten eerst dit ding dit even hier, kijken. Ja, kijk. Oh, de aansluitingen. Kijk, ze zijn. Dat zijn de flensen. Mooi compact, hè? Okay, oh, opletten, een O-ringetje zitten erbij. Die past. Ja, natuurlijk past die. Oh, tjak, tjak. Zie je dat? Maar nou ben ik helemaal benieuwd. Want past die nou ook daar waar wij hem hadden gehoopt? Dat is niet zo belangrijk. Ja. Dat is wat krap, jongen. Dat wordt echt krap. Die buis moet daar weg, dat is gegarandeerd. Nou ja. Je wilt eigenlijk die riem nog wel kunnen spannen ook, hè? Ja, die moet gespannen kunnen worden. Hé, ik ben bang dat we deze buis hier weg moeten gaan halen. Die pomp gaan we er zo niet tussen geknutseld krijgen. Uh-oh. Okay. Kijk hier dan. Ah, wat een lelijk ding, man. Hé. Hey. Wow. Dat is chic, hè? Ziet er goed uit. We hebben gewoon een afstandsbediening en ontvanger. Ja, het is gewoon IC Arus RX Heavy. Icarus. IC. Oh ja, Icarus. Oh, en hij doet het ook. Zie je dat? Prrr, prrr. Ja, zullen we deze ook aan moeten sluiten? Even kijken. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Oh. Nou, stuur maar terug. Dit is echt zo'n degelijke. Die kun je gewoon op de grond laten vallen en dan doet hij het nog. Laten we dat maar niet doen. Kun je hem ook opladen? Of zit er gewoon batterij in? Zit er gewoon batterij in, geloof ik. Nee, het is een opladertje op. Oh ja, maar ik geloof dat er gewoon ook batterijen in zitten. Maar je hebt hem nou wel aangezet, kun je hem ook uitzetten dan? Wellicht kun je hem uitzetten. Hé, hey, maar dit is wel chic, hè. Zo. Hoe zet je dit ding uit dan? Oh. Ja, vind je het mooi, hè, zoiets. Dat zijn een boel snoertjes. Dit zijn veel snoertjes. Ja, laten we het hoekje nog maar even niet weggooien. Nee. Nee, dat is wel handig om dat even erbij te houden, denk ik. Nou, dit is wel een mooi ding. Ja, echt wel. Ja, hij doet al een beetje. Nou, hij doet al iets. Ja, die moet straks hier ergens komen. Ik zie wel dat we eigenlijk misschien nog een aansluitdoosje nodig hadden eigenlijk. Ja. Want
Of heeft hij echt... Wacht eens even, hoeveel snoer... Nou, nee. Nou nee, hier konden eigenlijk normaal gesproken deze stekkers ook meteen aan. Ja, maar dat gaat niet. Dan moet je al die stekkers, dan moet je heel die kabel keilang aanstrippen en dan allemaal losse draadjes. Ja, maar zie je hoe lang die kabel is. Ja, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Je moet maar eigenlijk met zo'n warteltje in die stekker, moet je gewoon een dun kabeltje hebben. Dus eigenlijk moet je gewoon zo'n, zo'n lasdoos hebben met één dikke erin en heel veel dunne warteltjes eruit. Daar kunnen we gewoon zo'n kleine lasdoos verpakken voor van de verlichting natuurlijk wel. Ja. Dat kan. Moet wel. Dan gaat het wel. Maar nee, wat ik wil zeggen, maar dan moet je even in het boekje kijken. Ik denk niet dat er per contact twee draden uitkomen. Ik verwacht dat er één massa uitkomt en de rest zijn allemaal plussen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat weet ik trouwens niet. Misschien is dat wel gescheiden. Ik denk dat er wel één plus in moet. Het maakt ook niet uit, want deze stekkers van ons, die hoeven massa ook niet per se van dit kastje te krijgen. Nee, als ze de plus hier maar van krijgen, is het voldoende. Ik denk dat er plus en min in moet, en dan ook nog een plus voor de relais, zeg maar. Maar die kun je aan elkaar doen. Het is een mooi compact ding dit, hè? Hij is kleiner dan die andere. Zo, ja, dat scheelt wel. Hey. Oh! Nou, oké, genoeg geklets. Laten we dit... Oh, ik weet hoe die uitgaat. Let op. Tjik. Tjik, tjik. Ja, hoezo? Hey. Dat had je net ook gedaan? Nee. Had je niet op die knop gedrukt, of wat? Nee, ik niet. Ik denk, ik moet even uit en aan. Maar dat werkt gewoon zo. Ja, echt. Hoe dacht je dan? Ik dacht dat jij erop gedrukt had en dat hij nog steeds aan bleef. Nou, ik dacht, er zit gewoon hier een aan- en uitknop of zo. Maar dat werkt niet. Nee, 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 want we hebben er eentje. Het zijn allemaal functies, dacht ik. Die ja, dat heeft. Zal wel dan. Hoeveel zijn er? 12. 10. 10 functies. Ja. Brr, brr. Ja, eventjes slangen erin knutselen. Ja, dit vind je niet lekker, die slang. Ja, hij moet een beetje soort van zo. Brr. Hoppatee. Dan is de kraan dadelijk al ready. Oh nee, er moeten nog een paar nieuwe slangen op daar, hè? Die beschadigde. Hey. Is het nou gewoon geen heet terug? Nee, hij moet geen. Klopt. Maar weet je waarom dat is? Omdat ik heel geconcentreerd ben hier de ping nou, vast te schroeven. Jaloers is. Oh, op wat? Mijn uiterlijk. Ja. Dat is dezelfde maat. Even kijken of deze beetjes kunnen maken. Je moet altijd opletten als je aan een hydraulische installatie gaat schroeven. Dat er nergens meer druk op staat. Want je zal niet de eerste zijn die zichzelf daarmee verongelukt. Deze moet ik eigenlijk aandraaien, dat gaat nou niet. Hier. Eerst uitschuiven, maar ja, dat kan niet. Hij kan niet uitschuiven, want dan moet ik eerst deze cilinder aansluiten. Deze slang is aan één kant geen gewone 12L. Die er al op zat, bedoel je? Ja, iets anders. Kijk hier dan. Is dat 13L? Dat is gewoon hetzelfde. Nee joh, hier. Er moet geen timmerman voor te zijn om te zien dat dan niet hetzelfde is. Ja, dat is anders joh. Ik denk dat ik als deze probeerde erop te schroeven, maar die gaat daar dus gewoon ook niet in. Nee. Die past daar niet. Zeker ook voor die Robby Bob cilinder. Nee, nee, dat is voor deze, om uit te schuiven. Ja, we kunnen daar wel een andere... Zet er gewoon die verrotte erop. Ja, ja, kan. Kan. Waar komt sowieso heel weinig druk op die uitschuifcilinder? Maar ik ga nog even kijken of ik hier iets mee kan doen. Ja, als ik die nou een heb die hier aanpast... Die dan daar weer in past, dan zijn we er natuurlijk ook, hè. Dat is gewoon goed. Dan wil ik jou kijken wat we nog hebben in onze magazijn. Fijn jongen, die bankstroep hier. Oh nee. Oh, wacht. Oef. Oh. Dat was even spannend.
Ik denk deze past ook niet, maar deze past volgens mij wel. Kijken. Dit past in ieder geval alvast hierin. Zo. Oh. Kak! Waarom hebben we dat niet geprobeerd eerst? Ik dacht dat ik een goede verloop had gevonden, maar het is niet de goede. Waardeloos. Dat probleem krijg je als er allemaal verschillende mensen denken dat ze het beste weten. Dan krijg je allemaal verschillende nips. Ik zou nou gewoon alles gewoon standaard hadden gemaakt. Net als metrisch gewoon. Je hebt gewoon metrische hydrauliekleiding. Ja, je moet maar eens voor de grap opzoeken hoeveel verschillende systemen er zijn. Ja, maar waarom hebben ze daar niet één maat voor? Maar dat is wel, dat hebben we ook toch? Het is niet deze in ieder geval. Het is net iets anders. Toch zal het allemaal wel een reden hebben, denk ik. Ik denk dat dat een beetje dezelfde reden is, omdat er mensen zijn die met inches meten en mensen zijn die met centimeters meten. Alleen wel RVS. Ja, dat mag wel. Een goedkope bed tussen doen. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ik ga even kijken of ik die kan vinden. Wat is het? Weet je wat hij dit is? Ja, kijk hier. Dan zie je maar weer, hè. De beste raad is voorraad. We moeten het een keer mooi sorteren, al onze nippeltjes en dingetjes, maar ik heb er toch één gevonden weer. Weet je waar die inbussen liggen? In die rode bakje. Rode bakje? Ja, daar bij de bouwtrek. Oh ja. Een rood bakje. Ik zal eens kijken, maar volgens mij... Ja, deze die gaan we wegchakken. Want daar moet de pomp komen. Dus we moeten ons frame een beetje aanpassen. Dit komt goed, hè. Dit is de persslang naar het klepblok. Die moet natuurlijk aan de pomp. Ja, dit past hier prima. Die riem is gewoon wel de goede maat. Dan ligt die mooi strak tegen de motor aan. Dat is echt perfect. We hebben daar niet heel veel plek. Kijk eens zo. Ja, maar die buis moest toch wel weg, denk ik. Die buis moest weg, ja zeker. Ja, dat is goed, ja. Zie je? Ja, maar ik heb dus bekeken, als ik dit plaatje erop bouw, dan zijn we sterk zat, man. Dat is echt, dat is... Hij komt er heel strak tegenaan, dus ja. We kunnen een steuntje maken die zo is en die we hierboven misschien met een bout gewoon uit elkaar kunnen draaien. Ja, ik dacht eigenlijk precies andersom, maar dat maakt niet uit. Onderuit elkaar draaien. Ja, maar even kijken waar ruimte is. Dat maakt niks uit. Hij kan ook hoger nog een beetje. Ja, je moet wel, want hieronder komt die slang ook. Hij mag ook zo gedraaid zitten natuurlijk, zo kan hij ook staan. Ja, maar dan moet hij al wel weer een andere lompe steun maken. Ja, dat kan ook wel hoor. Niet daar. Ik schroef even dit erop. Een rolmatertje. Ja. Kun jij een streepje zetten hè, op dat plaatje? Zo. Ja, dat is goed denk ik. Ja, volgens mij wel. Onders van hier of boven? Ik kom denk ik helemaal hier over. Ik zou het boven doen, want als je namelijk onders van hier hebt, dan kom je met je slang ook dichter bij je chassis. Daar. Hier, dit bout gaat patronen voor een kleiner pompje. Ze dus kunnen ook kleiner pompjes op dan deze. Maar die gaten moeten wel dicht. Ik zat te denken, ik ga dit eventjes een rupsje kit opleggen. Om te voorkomen dat hier natuurlijk water in komt. Dat ding zit daar toch onder vlakbij het wiel. Dus hij zal toch wel af en toe een keer een spat water mee krijgen. Kijk, dat loopt hierdoor zo erin natuurlijk. Even een paar boutjes inzetten. Tim is klaar met de verlichting helemaal, hè? Ja, nou, dat is heel vet gewoon, hè? Dat vind ik wel, ziet er wel ruig uit. Kijk, we hebben natuurlijk hier, hè, boven de bar. Dat zijn natuurlijk de kleppendeksels van de tankmotor. Ja, daar hebben wij andere voor gebruikt om op de motor te zetten, want eentje hiervan is gescheurd en die dekseltjes waren ook weggeroest, dus we hadden ze over. En ja, daar zijn nou, kijk, ja, er zit nou kerstverlichting op, maar het zijn eigenlijk gewoon lampenkappen geworden.
Eigenlijk ja. Best wel zielig, hè? Dan ben je een tankmotor en dan word je uiteindelijk een lampenkast. Ja, ja, nou en, ja, dat kan gebeuren toch? Ja, maar we hebben hier nog meer. Kijk hier. Velgen. Velglampen. Ja, en dat zijn allemaal velgen van auto's die we hier eigenlijk gesloopt hebben en gebruikt hebben. Kijk, deze zijn natuurlijk heel kenmerkend, hè? Dat is nog van de testvideo's. De vierkante wielen test. Het was niet zo'n succes. Ze zijn beter geschikt als lampenkap, zie je wel. Dus dat is ideaal. Hé, hey, maar dat is niet alles. Want kijk wel, het plafond. Dat was natuurlijk, dat was gewoon isolatie. Daar wilden we sowieso toch al eigenlijk iets tegen aanmaken. Nou, dan vond het eigenlijk wel stoer om daar betonnetten tegenaan te zetten. Ja, die heeft Tim allemaal tegen aangeschroefd. En dan nog het beste natuurlijk daarvan. We hebben een aantal stopcontacten, 6 stopcontacten, gelijkmatig verdeeld over de ruimte. En die lampen die je overal ziet, die zitten overal met gewoon haakjes aan het gaas en dan met een stekker. Dus je kunt die lampen overal neerhangen waar je wil. Dus je kunt ze eraf haken en ergens anders hangen. Je kunt heel de indeling veranderen. Je kunt er andere verlichting bij aankoppelen. Net als daar bijvoorbeeld die lichtsnoer, die kerstverlichting. Hè? Dat is nou wel toepasselijk. Dus, kerstboom aan hangen. Kerstboom op zijn kop eraan. Ja, perfect toch? Dus super mooi gemaakt, hè? Ja. Dat is, en jij gaat er een video van maken? Ja, de video komt morgen online. Dus als je hem allemaal wil kijken, zal het vet zijn. Ja, dus ik zou zeggen, dan moet je even abonneren natuurlijk op de Weekendbeelders. Op Weekendbeelders. Ja. En dan komt hij morgen. Dus, zo is het. Dan blijf je op de hoogte en dan kan je zien wat Tim hier allemaal heeft geknutseld, hè? Ja, en als je een ander idee hebt, want de wand zit er in, de kachel en de lampen. Maar what's next? Wat kunnen we er meer doen? Zet het even in de comments. Zo is het. Dus, hey Tim, yes. Hartstikke bedankt jongen. Ja, en tot de volgende. Tot de volgende. Ik hoor het wel wat er in de comments tevoorschijn komt. Dus ben benieuwd. Super. Hey, ik ga met jou verder, want we moeten die kraan nog werkend hebben. Oeh. Hey. Even zien. Ja, dit wordt... Knutsel de frutsel. Ik heb allemaal leidingwerk gevonden wat hier oppast. Dat is fijn. Maar nu, hè? Nu alles aan elkaar krijgen. Een buisje. Een leidingje. Bijna. Dat is niet helemaal wat ik wil hebben. Net te kort. Ja, inderdaad. Dat moet allemaal op de retour komen. Ook mooi nieuw systeem dadelijk. Met een vuile rotte nippel erin zetten. Ja. Oh, oh. Zo. Een geïmproviseerde slangpilaar. Ja, je moet wat. Het is maar goed dat na deze slangpilaar direct het filter komt. Dan vangt hij al die rotzooi die in het lijntje zit meteen op. Dat is dan wel fijn. Ja, tuurlijk. Dan gaat hij weer de retour van het klepblok. Ja, joh zeg. Ga je er wel los, toch? Nou, is dat waar. Ik denk ik zal hier die slang met die knikkers even gaan vervangen. Alleen, daar zit ik te kijken en ik dacht, die loopt hier naar een cilinder. Maar dat is helemaal niet. Die loopt zeg maar daar van de leiding, hier met een lus, loopt hij daar terug in een leiding. Blijkbaar is dat gewoon een extra functie die erop zit. Dat is dus om een grijpertje of zo aan te sluiten. Ja, dan klopt het ook hoe we bij die 5 functies komen waar ik dacht het te hebben. Dat is dus de 5e functie. Nou, dat is mooi, want dan ga ik gewoon die geknikte slang er terug aanzetten. Want er kan toch nooit druk op komen. Want daar pompt gewoon rond dan. Haha! Nou, dat is handig. Dan hebben we gelijk onze rondpompfunctie erop zitten. Nou blijkt dat de klepblok niet kan... Kijk, je moet het eigenlijk zo zien. We hebben natuurlijk de pomp. En die pomp die pompt eigenlijk olie rond. Nou, zo gauw dat op een gegeven moment niet meer kan. Dat hij niet kan rondpompen.
Dan gaat hij dus druk opbouwen op het systeem. En dan zit er een veiligheidsklepje. Die gaat dan open bij een bepaalde druk. Deze is als het goed is 180 bar. Tenminste, dat stond wel op de klepblok. Dat is om te voorkomen dat het systeem wordt overbelast natuurlijk. Maar je wil eigenlijk niet, als jij niks bedient, zeg maar. Dus als er geen olie ergens naartoe wordt afgenomen. Dat jouw systeem constant over die veiligheid aan het pompen is. Want dan, dat zorgt natuurlijk voor extra belasting van je systeem. Staat de hele tijd op 180 bar te pompen. Die olie die wordt warm, dat is niet best. Dus daarom is het wel handig om gewoon een extra klep te hebben natuurlijk. Die je kan openzetten op het moment dat je niks gebruikt. Dus dan pompt hij eigenlijk over die klep rond. Bouwt hij geen druk op. Nou, dan is alles één groot feest. Op het moment dat jij iets gaat bedienen, doe je die rondpompklep eigenlijk dicht. Doe je een andere klep open van hetgeen dat je wil bedienen. Bijvoorbeeld van een van die cilinders dan natuurlijk. De cilinder begint uit te lopen tot hij aan het eind van zijn slag is. En dan pas gaat hij eigenlijk die pomp weer druk opbouwen. Nou, op het moment dat je dan de bediening loslaat, dan schakelt die ene klep voor die cilinder, die gaat weer terug naar zijn nulstand. En dan gaat die nullastklep weer terug open, dat hij weer drukloos begint rond te pompen. Dat moeten we zo maken. En daar wilden we eigenlijk een extra klep voor gebruiken. Maar ja, dan zit hier dus die extra functie op die alles doorgelust. Nou, dat is ideaal. Dan gebruiken we die daar gewoon voor natuurlijk. Perfect. Hydrauliekolie. Zo? Ja. Oké. Hij doet het al. Mooi hè. Alleen best goed zo met een kraantje eigenlijk. Kunnen niet zien. Vol te zit. Nee. Nee, ja, dat is een beetje. Hij gaat, oh, deze moet ook open. Ja, dan gaat hij een stuk sneller. Ja, of we moeten even de filter eraf halen. Kun je daar langs erin kijken. Ja. Misschien niet gek. Maar ik denk dat het wel. Oh. Oh, oh. Hij loopt niet zo snel door die filter. Die trekt, of wel? Ik moet wel iets minder hard zetten. Ik draai wel even de filter eraf, joh. Zo. Oh. Ziet er goed uit dit. Ik ben benieuwd. Als Dirk dadelijk is, gaan we starten. Eens kijken of dat dit werkt. Hé. Hey. Ik zeg toch die. C. Oké dan. Oké, let op. Kijk. Hey, 12,2. Oké, nou dat is goed dan. Oké, koppel hem aan. Kijk of dat hij het doet. Nou moet hij klikken daar. Let's is goed. Go. Dat klonk wel een beetje bekend hoor. Zo, nog eens? Dat klonk heel bekend. Beetje. Klinkt goed toch? Werkt gewoon. Ja, dat is mooi. Dat is onze koppeling van de pomp. Hé, dat betekent dat we dit ding kunnen gaan starten eigenlijk, hè? Ja, kijk. Oké, ik zeg let's go! Dan moeten we eerst even gloeien. Ja? Doet het dat? Ja. Doe maar. Okay.
maar hij bouwt druk op, hier is de pers. Maar hij doet niks. Wat is? De klepblok doet het niet. We hebben hier een pers, die hebben het goed zitten. Ja, dit is pers. Klopt. Accu? Nou, het lijkt erop dat ons blok niet goed zit aangesloten, toch? Terwijl we wel gewoon de P aan de pomp hebben zitten en de T aan de tank. Dus het zou eigenlijk gewoon helemaal goed moeten zijn, maar het werkt niet. Het is gek. Ik denk misschien maar even een bakje koffie drinken en even opzoeken op internet. Hey, wat is er allemaal gebeurd? Ja, ons blok is uit elkaar gevallen. We hebben het er even eraf gehaald. Ja, we denken allemaal dat het misschien toch verkeerd aangesloten zit. We hebben namelijk hier hebben we een P van de pomp en een T naar de tank. En hier hadden we een aansluiting, daar wisten we niet wat was. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat deze en deze, dat het allebei van de pomp is. En dat deze aansluiting enkel wordt gebruikt om de druk te regelen. Dus de pomp die over de veiligheid. En dit is de voeding, zeg maar. En deze is in ieder geval de retour. Kunnen we daar eens weer opblazen dan. We hebben daar zeg maar de retour. Ja, en nou hebben we hier een klep. Ja, het is een modulaire klepblok. Je hebt dus allemaal modules. Die zitten met draadtijden aan elkaar geknoopt, om het zo maar te zeggen. Die liggen al met pasvlakken tegen elkaar, met daarin afdichtingen. Ja, dan kun je eigenlijk zo'n blok kun je op blijven bouwen. Je kunt er steeds meer modules tegen aanbouwen. Daar zit dus een pers en een retour loopt daar doorheen. Dus we gaan nou even kijken wat dan die pers zou moeten zijn. We hebben hier nog die blok. Gaan we daarop blazen? Ja, jij mag dat doen. Ja, ik vind een vet pek halen. De eer. Laten we eerst even dat ding afboenen, want het is wel... Nee, dat is lekker joh. Dit maakt echt de hydrauliekolie. Dat is hetzelfde als gerookte zalm. Ja, daar hou ik ook niet van. Hou ik ook niet van. Laat het maar gewoon afboenen, ja. Het is nou dicht. Ja. Dat werkt. Ja, of dat is de retour. Of het is de retour. Nee, dat kan niet. Want let op. Deze. Dit is deze. De bovenste is deze. Deze is de retour. Ja, dus dit is gewoon de pers. Dus dat wil zeggen dat die onderste, deze, is de pers. Dit. Deze. Kijk maar. Als ik nou deze dicht doe. Zie je? Hier. Dus dat wil zeggen dat we op deze en op deze gewoon pers moeten hebben. Op allebei. Ja, dan doet hij het. Maar nee, dat vind ik raar. Ja, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft hier gepompt en dan rent hij hierdoor eruit. Ja. Nee. Ja. Door zijn veiligheid. Ja, hier. Die veiligheid, die zit zo, hè. Je moet dit zien. Hier zeg maar, heb je stelschroef. Hier zit een veer, er zit een kogeltje in de zitting. Hier komt die olie aan. Burp, ja. En die gaat zo en die duwt tegen dat kogeltje uit zijn zitting en die gaat zo weg. Dat snap ik, ja. Ja. Maar, en deze aanboring, die zit gewoon hier alleen naartoe. Dus deze gaat niet hier naartoe. Gaat niet over zijn veiligheid. Nee. Dus als je alleen hier de pers aanzet, dan blaas je heel de boel op. Ja, dus je hebt gewoon een... Lomp gemaakt. Ze hadden het inwendig door moeten boren. Dan was het gewoon opgelost. Nou, zelf doorboren. Weet maar, ik heb de kolom door. Boor maar door, stop hem af, opgelost. Waarom heb je dit zo vastgedraaid, man? Ja, dat was echt een hele rotkoppeling. Eerst maar. Kunt u testen, kunt er... Laten we dat maar doen. Dat is chic zitten. Ja, mooi hè. Laten we even kijken wat het doet nou. Ja. Oké. Okay. Deze ook even aandraaien, die en die. Oh.
Ja. Daarbij aangeknutseld te hebben. Die cilinder die zorgt ervoor dat dit ding dat die olie daar zeg maar vandaan naar daar gaat. Die cilinder moet er gewoon af. Daar willen wij helemaal niet. Die helpt helemaal niet mee. Hij dacht gewoon omhoog, ja. Die rotzooi moet er gewoon eraf halen. Oké, we laten hem nou gewoon naar binnen duwen. Dan kunnen we naar huis. Dit is wel fijne veiligheid zo. Ja, dat is wel goed. Dat ding ging hard, jongen. Daar houdt hij gewoon heel de bak met aan. Printjes even van de laadbak aan. Ja, gelukkig. Een degelijke bak ook. Kijk, zullen we hem nog binnen duwen? Ja. Nou, dat was het dan voor vandaag op de valreep. Hè? Hij werkt in ieder geval, tenminste enigszins. Het moet nog een beetje worden gefine-tuned, maar het komt allemaal wel in orde, denk ik. Ja, mooi. Hey mensen, ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende. Het licht gaat ook al uit vanzelf, dus. Oké. Okay.